Jury heeft kennis genomen van de YouTube-video van de vlogger Acid in kwestie en de klachten in mijn... Dames en heren, ik moet naar de rechtbank. YouTube is heel leuk, snap je, een beetje video's maken. Ik ben hier ook mee begonnen omdat ik dacht van, hey, leuk, een beetje video's maken. En op een bepaald moment begin je geld mee te verdienen en heb je meer dan 10 subs en dan wordt het heel serieus. YouTube is voor mij nog altijd zoiets heel leuk, een beetje video's maken. Ik neem het nog altijd helemaal niet serieus, terwijl ik dat wel zou moeten doen, maar dat doe ik niet. En in de laatste weken, veel shit meegemaakt, dat ik echt denk van, wow, dit is zo serieus, ik wil gewoon een beetje filmpjes maken. I gotta go to the... Daarom heb ik een hemd aan, snap je, er is een serieuze video, een serieus hemd. Doe een knopje meer open, zodat jullie mijn 3 borstharen zien. Kijk, kijk, het is simpel. Eén van jullie vaders, ik denk toch dat het de pa is, heeft mij aangeklaagd. Hey, shout-out aan jouw pa. Waarschijnlijk weet het kind in kwestie niet eens dat zijn pa mij heeft gezoet. Maar hey, vraag het eens aan je pa als je aan het eten bent van je... Shit. Misschien moet je eens vragen aan je pa als je zit te eten van... Yo, heb jij Acid aangeklaagd? Dit is helemaal niet grappig. Ik weet niet waarom ik ermee lach, want het is redelijk serieus. Maar een tijdje geleden heb ik truien verkocht. Mooie truien. Love hem. Goeie quali. Hey, sick. En ik had een filmpje gemaakt waarin ik die truien promote. Ik had een filmpje gemaakt waarin ik zei waarom je die trui moest kopen en deze kon kopen en dit. De eerste 50 mensen krijgen gratis sokken erbij. En mag jij deze trui niet kopen van je mama? Doe het dan wel. Koop hem gewoon wel. Truien waren uitverkocht in 5 minuten. Waarschijnlijk was er dus één papa zo gefrustreerd dat ik als 18-jarige guy zoveel truien heb uitverkocht in 5 minuten en daar redelijk veel geld mee heb verdiend. Dat hij dacht van, hey, deze video kan niet. Deze guy brainwashed zijn kijkers om truien te kopen, dus ik ga hem aanklagen. Waarom ik? What the f***? Je hebt deze doofus, die begint te huilen en shit. En die heel emotioneel verhaal vertelt over hoe hij zijn muts heeft verbrand. En dan zijn 12-jarige kijkers aanmoedigd om zijn fucking muts te kopen. Emotioneel brainwashen kan. Dan heb je deze doofus, die een heel emotioneel verhaal vertelt over hoe hij van zijn fiets geduwd was op school. Mijn traumatische middelbare schoolverhaal. Yo, spoilers. Hij is van zijn fiets gevallen en hij ging er vol met slijk. En hij durfde niet meer naar school gaan. Omdat hij betrayed was door zijn vriend. Die hem van zijn fiets. Shit! 517.000 views. 36.000 likes. 11 minuten bullshit over hoe hij van zijn fiets gevallen is en niet meer naar school durfde gaan. Op het einde van deze video. Deze spullen zul je ongetwijfeld nodig hebben. Die shit koop je niet. Daardoor word je gepest op school. Snap je? Als je opvoelt met zo'n game in haar agenda. Yo! Yo! Heel deze video gaat er dus over dat je gepest wordt op school. Kijk, dat is fucked up. Kan ik dit makkelijk uitleggen? Hij manipuleert zijn kijkers emotioneel om zijn stomme schoolboek te kopen aan het einde van zijn traumatische middelbare schoolverhaal. Link Tiger heeft ondertussen zijn video al verwijderd. Maar ik bedoel, mijn video staat nog altijd online op mijn tweede kanaal. Waarin ik hem volledig op de grond heb boren. Dus... kijk die. Link Tiger manipuleerde zijn kijkers ook emotioneel om zijn stomme mutsen te kopen aan het einde van zijn huilvideo. Het werkt blijkbaar als je heel emotioneel verhaal vertelt die niet emotioneel is aan je kijkers. En op het einde maak je reclame voor je merch, dan kopen mensen dat. Wat heb ik gedaan? Een video gemaakt over mijn truien. Gratis. Echt, ze waren niet gratis, maar het gaat over mijn truien. Ik clickbait niemand met te zeggen van, yo, ik ben op school geslaan door mijn leerkracht. En dan op het einde zag ik van, yo, koop deze trui. Nee, dat doe ik niet. Dit heb ik niet gedaan. En toch word ik aangeklaagd. Waarom? Omdat ik jullie gebrainwashed heb. Omdat ik gezegd heb dat jullie de creditcard van jullie ouders moeten stelen om mijn trui te kopen. Omdat ik gezegd heb dat als je hem niet mag kopen, dat je het toch moet doen. Omdat ik gezegd heb dat je een echte broer bent als je mijn echte broer trui hebt. Zo wordt Link Tiger niet aangeklaagd door je pa. Zeg even tegen je pa van, yo, klag deze guy aan, klag deze guy aan, skip deze guy. En nu mag hij naar de rechtbank om uit te lachen dat ik niemand gebrainwashed heb. Voelden jullie je zo verplicht om mijn trui te kopen? Sorry, fuck toch. Nu, de brieven en alles dat ik ga lezen voor jullie, van de mensen die geïnteresseerd zijn, hoe ik aangeklaagd ben, en let's go. Ik mag er niet veel over zeggen, maar ik ben ook al aan de politie moeten gaan voor mijn laatste video. Ja, kijk. Mijn gezichtsuitdrukking, zwijgplicht. Ik heb mijn hemd aan, dus heel serieus. Ik hoop zo hard dat de guy die mij heeft aangeklaagd naar deze video, kijk. Naam van de adverteerder. Nathan Engelbrecht. Motiveer uw klacht. Ja, daar gaan we. Boys, stilte in de... Het betreft een oneerlijke handelspraktijk ter attentie van kinderen. Fucking nice dat ik die afkorting weet. In een YouTube-video van 14 april 2018 stelt de Vlaamse professionele vlogger Acid... professioneel? ...zijn nieuwe merchandise voor. Het is geen merchandise, het zijn kleren! Hij richt zich vooral tot de Vlaamse en Nederlandse kinderen, terwijl hij ze rechtstreeks aanspoort de truien die hij uitvoerig beschrijft aan te kopen. Kinderen rechtstreeks aansporen is nogthans per wet verboden. Klaag deze guy dan ook aan en deze... Alleen ik word geviseerd door jouw pa.
Daarboven benadrukt hij dat er maar een enkele exemplaren zijn en dat ze enkel bedoeld zijn voor de echte broers. Lees echte fans. Nee, fans is een fokt op woord, echte broers. Oké? Ook zegt hij dat er geen nieuwe truien zullen komen wanneer ze uitverkocht zijn. Jullie de schrijffout hierin, joh. Hierdoor lijkt hij me druk uit te oefenen op zijn kijkers van tienerleeftijd. Hij legt de kijkers uit dat om de truien te kopen, ze naar zijn website moeten gaan en ze dit snel moeten doen, want de eerste 50 kopers worden beloond met gratis sokken. Dat is toch iets nice? Heb je ooit al een YouTuber zoiets zien doen? Nee, doe ik dat? Ja, dat krijg ik niet. Shoutout naar het Jep, by the way. Jury voor ethische praktijken in zaken reclame. Ha. Ten slotte noemt hij ook alle mogelijke betaalmethoden op en stelt dat als ze de trui niet mogen kopen van hun ouders, ze maar hun creditcard moeten stelen. En dat was voor deze gefrustreerde ouder. Dus genoeg reden om klachten in te dienen tegen mij. Tegen deze guy. Die nu een hemdje draagt en een knopje meer. Kijk, dit is serieus. Want het Jep bestaat wel echt. Ik heb research gedaan, snap je? Ik bedoel, de mail die ik had gekregen hierin was ook gewoon: informeren u erover dat de jury voor ethische praktijken in zaken reclame een klacht ontvangen heeft in verband met een reclameboodschap op uw YouTube kanaal. Dus ik heb een hele reactie teruggetypt naar hun. Ik wil deze eigenlijk niet volledig lezen, want what the fuck. Maar in een ander leven was ik waarschijnlijk wel advocaat. Ik dacht dat ik hun echt gewoon genukt had, snap je? Ik dacht dat ik echt gewoon had gezegd tegen de guy van: yo, check, ik doe niks verkeerd. Dat heb ik ook gedaan. Kijk, ik ga dit niet volledig lezen, maar als jij het volledig wil lezen, dan doe je maar. Maar gewoon een paar korte stukjes uitlezen. Met verbazing las ik de persoonlijke klacht die u hebt ontvangen betreffende mijn YouTube video waarin ik reclame maak voor mijzelf en of mijn eigen merchandise. Elke ondernemer, ik ben weliswaar een kleine ondernemer, is vrij om reclame te maken voor zijn eigen product en of diensten. Ik wou de harde kern van mijn dagelijkse volgers een primeur bezorgen door in mijn eigen YouTube video mee te delen dat er 500 hoodies gingen worden verkocht. Deze guy heeft dus mij gepakt op het feit dat ik jullie gebrainwash moet hebben om mijn trui te kopen en dan zelf als je die trui niet leuk vond dat je hem toch gekocht hebt omdat jullie dachten van dat je sociaal verder staat in het leven als je een AC trui hebt. Deze trui is fucking hard. Heb jij deze trui aan 100% kans op gepast worden? Nu, ik reageerde dus helemaal op die klacht. Ik dacht, ik heb deze guy echt geneukt. Ze kunnen hier niks meer op terugzetten. Krijg ik daarnet het antwoord op mijn mail. Hey boys, I'm out! De reactie die ik nu heb gekregen was niet van de guy die mij heeft aangeklaagd, maar van de jury. Dat zijn mensen die dan hun tijd en hun werk steken en betaald worden om een YouTube-video te beoordelen. En wat is hun beslissing? Het is fucking lang. De jury heeft kennis genomen van de YouTube-video van de vlogger Acid in kwestie en de klachten in Zij heeft er nota van genomen dat de vlogger in deze video uitvoerig een door hem op zijn website te koop aangeboden trui aanprijst ten aanzien van een jeugdig doelpubliek. De beschrijving onder het filmpje vermeldt onder meer dat zijn kanaal zeker de moeite is voor de gemiddelde tiener en de kleine kindjes op YouTube. Dat staat er inderdaad in de beschrijving van mijn video en dat heb ik zelf getikt, dus daarbij onder meer het volgende vermeld. Enkel voor de echte broers. Ik wil geen fake broer zien met deze trui. Ze zijn enkel te koop voor de... Is zo. Je kan betalen met alles. Je kan betalen met PayPal, Visa. Je kan betalen met een gestolen creditcard van je ouders. Je kan betalen met PayPal die je ook gestolen hebt van je ouders. Of je kan betalen met bankcontact. Ah, shit. Mag je deze trui nu niet kopen van je mama? Doe dat wel. Koop hem gewoon wel. Steun je ook gewoon het echte broerfonds. Nog even een belangrijke disclaimer. Stel, jij bent een fake broer die met die blauwe haar. Die mensen hebben dit serieus getikt, snap je? Die krijgen fucking veel geld om dit te schrijven. Dus ze zijn mij volledig aan het quoten. Ja, Skip, je mag dit niet dragen. Dit is exclusief voor de echte broers. Oké, dat was genoeg reclame. Get your asses to my website om 7 uur 30 en koop deze geweldige trui. Ik ben gewoon legit geweest. Ik heb gewoon reclame gemaakt voor die trui en mijn manier. En ik heb niemand gescand. De mensen die snel waren, hebben die trui gekocht. Hij was uitverkocht in 5 minuten, dus je moest inderdaad snel zijn. En ik heb nog fucking veel mails gekregen van mensen erna die meer geld wilden betalen en ook een trui wilden, maar dat heb ik niet verkocht. Dan in, want hey, je moest snel zijn. De jury heeft tevens kennis genomen van de reactie van de vlogger in kwestie en geeft zich er een tergende dat hij in deze via zijn eigen YouTube kanaal verspreide reclameboodschap voor zijn eigen merchandising gebruik maakt van de stijl waarvoor hij bekend staat bij zijn volgers. Precies! Zij is tevens van oordeel dat de reclame door toedoen van het gebruik van uitspraken, zoals de hoogvermelde de indruk geeft dat het bezit van de aangeprezen product een kind of jongere sociale voordelen zal geven, en daar gaat heel dit ding op. Dat ik dus gezegd heb dat als je deze trui hebt, dat je je beter mag voelen en dat je die gewoon moet kopen en dat jullie blijkbaar... Het is zo. Je kan ze niet meer kopen, is jammer voor jou. Maar nu mag ik dus naar de fucking rechtbank. Fuck dat hemd, ik ga in deze trui. Ja, shout-out naar jouw pa, man. Beter ook zo verteld, mijn papa is gay en ik ben al mijn leven gepakt.
Kom nu alsjeblieft bij Trui. Maar waarschijnlijk wel emotioneel spelen op je kijkers. Kijk, wat bedoel ik met deze video? Fuck deze guy, fuck deze guy. Doe het op mijn manier en dit gebeurt. Ik hoop dat jullie allemaal duimen daar niks gebeurt met mij. Stel er gebeurt wel iets, dan ga ik waarschijnlijk volledig bankrupt en ben ik al mijn geld kwijt. Ik heb hier zoveel zin in. Wauw. Ik hoop dat ik die guy zie in de fucking rechtbank. En dat ik zie wie het is. En dat ik echt gewoon even naar hem kan kijken van yo. Wee. Bedankt om te kijken naar deze video. Tot de volgende keer. Peace. Love en. Hallo! Zou er gebeuren als ik ga solliciteren voor een job waar je sowieso een diploma van je zesde middelbare nodig hebt? Dus sowieso een diploma van middelbare. Gewoon een feestje bij maken waarop je staat dat ik een diploma heb en zo, dat ik al gewerkt heb, dat ik allemaal werkervaring heb, dat ik allemaal goede referenties heb. Maar dit is eigenlijk gewoon allemaal bullshit, maar het staat op de cv.